Vandaag is het 15 december alweer. En mijn wandeling vandaag is over het Rulse Laarzenpad. Laarzen. En hier is het niet zo rul, maar daarachter dat zandpad wel. Maar het is vooral nat. Hier, gelukkig maar. Want het is droog in de Brabantse natuur. En waar niet? Ben je thuis? Ik ga zo meteen poetsen. En dan ga ik straks mijn ventpakket uitpakken. Kijken of ik de kleuren goed kan beoordelen. Want, dat is mijn hond. Dat is vervelend. Dus, ik ga nu snel stoppen. Tot later. Dag. Goedemorgen. Mijn dochter is net naar school voor de laatste keer voor het dingen op te halen. En wat instructies te krijgen waarvan ze zelf zegt, ik ben benieuwd wat die leraren me gaan vertellen over Teams. Google Teams om les te krijgen. Ze hebben daar inderdaad, in het voorjaar hebben ze er ook allerlei lessen mee gehad. Dus. Ik ben poffertjes aan het maken. Dat was eigenlijk omdat zij zeg maar nu dan vakantie gaat krijgen. Het is niet helemaal vakantie, maar heel veel lessen heeft ze niet meer. Maar ik moest vanochtend werken. En zij moest om 12:30 op school zijn. Dus hond aan de kant. Hond moet eigenlijk niet in de keuken. Mia. Ze moest om 12:30 op school zijn, dus ze is nu vertrokken. Maar ik heb gewerkt, dus ik heb honger. En ik wacht, want dan ga ik 's avonds bij een huisarts aan de slag. En dan 's ochtends ook nog. Ja, dan moet ik wel extra nourishment. Dus ik ben nu de poffertjes op aan het warmen. Mijn dochter had ze kan en klaar gehaald. Ik heb ook wel een poffertjespan, maar nu met mijn nieuwe inductiekookplaat. Ik geloof niet dat dat werkt. Dus mijn dochter die zei van, ja, ik heb wel 2 zakken gehaald. Want ik denk van, dit is niet genoeg. Maar ze zegt, kijk, ik achterop is 1 zo'n zak voor 6 personen. Wij zijn echt snoeperds. Wij eten veel te veel. Op lange termijn is dat niet zo heel gezond. Maar vandaag wordt er weer gesnoept. Maar wat dat betreft hoef ik met kerst eigenlijk ook niet heel veel extra te eten. Want we eten altijd wel goed. Ja. Maar ik ga dus poffertjes maken. Ik ga nog een appeltje schillen. Dat is een beetje experiment. Om toch wat fruit te krijgen voor de bij. Zometeen ga ik nog even mijn adventkalender openmaken. En ik ben een beetje. Ik wil wel graag meer over kleuren weten. Dus gisteren had ik inderdaad gezegd van, ik heb donkergrijs 14 december. Of er een kloed bij zit. En Karen die schreef van, er zit een paarse kloed overheen. Dus even kijken of er vandaag weer een soort variant op de tint is. En ik zal eens kijken of ik buiten, maar nu begint het heel erg bewolkt te worden, buiten in het licht betere opnames kan maken. Dat mijn lens het beter oppakt. Aan zich pakt hij best goed de kleuren op. Wat je op het filmpje ziet, dat is eigenlijk ook wel hoe het in het echt uitziet, maar soms net wat minder. Dus lang verhaal kort. Ik ga zo meteen mijn adventkalender uitpakken. Ah. Het regent nu echt. We hebben handig, kan ik het even laten zien, carport, een stukje carport, wat inderdaad wel heel fijn is voor alle fietsen en dergelijke, om ze droog neer te zetten. Ja, deze is nog een beetje donkerder. Even kijken. Oké. Ja. Je ziet hem nu wat zwart-witte. En er is inderdaad echt een beetje, ik denk deze kleur, dat er onder dat donkere grijs zit. Ja. Wat dat betreft denk ik dat Karen helemaal gelijk heeft. Nou. Ja,
Hij komt ook even kijken, want het kraakte. Dus ik ben er wel heel blij mee. En ik ben weer nu van alles aan het bedenken van wat leuk zou zijn om ervan te maken. Ik ga mijn adventkalender weer uitpakken. Ik doe hem even zo. Ik zag mezelf net in beeld. Mijn haren steken alle kanten uit. Ik denk, nee, dat gaat hem niet worden. Kijk wie er wel mooi uitziet. Ja! Yeah! Oh, hij ruikt iets in mijn tas met cadeautjes. Lieve vriendin maakt altijd cadeautjes voor ons. Ja, en mijn dochter heeft hem weer extra aandacht gegeven. Want die zit boven ook weer achter de computer onderwijs te volgen. Oké, okay. Dit is mijn uitgepakte doos. Vandaag is het alweer de 16e. Hij verheugt zich erop. Hij vindt het kraken zo leuk, geloof ik. Ik weet niet precies wat het is. Nou, iemand is enthousiast dat ik mijn adventkalender ga uitpakken. 17, die is voor morgen. Oh, kijk, dit is 18. Oh, daar kan ik wel een beetje doorheen kijken. Zie je? Die is wat lichter. Ja, leuk, hè? Ja, echt leuk. Welke wil je? Dit is 20. Die mag nog niet, hè? Deze, 16. Nou, waar ga je dan mee naartoe? Ja, kun je nergens meer naartoe, hè? Hij heeft een donker papiertje, dus het zal een donkere kleur zijn. Ja, is het goed dat ik hem zelf ga uitpakken? Ja, jij kunt ook goed uitpakken, hè? Ik wil er even bij. Peer, achterhoed. Ja, geef me. Goed zo. Dankjewel. Ja, pak het papier maar. Ja, pak het papier maar. Goed zo, goed zo. Ja. Nee, deze is voor mij. Oh, kijk. Mooi. Echt een mooie grijs veet. Wauw. Ja, hier ben ik heel blij mee. Kijk, en er zit een beetje, hier zie je nog het beste, een beetje. Hallo, hoe is het allemaal met jullie? Ik zit even te poseren van mijn verf ding nog steeds. Mijn halletje voor moet geverfd worden. Het is die structuur. Spachtelpoets, zeiden wij vroeger. Wat er op de muur zit. Het kost me zoveel tijd en ondertussen ook zoveel verf. Het aanlengen van de verf helpt wel, maar ik spat alle kanten uit. Dus ik ben nu veel in het poetsen. Iedere keer als ik geverfd heb. Ik had even pauze. Ik ben wat vlogs aan het kijken. Oh, nu komt er weer geluid. Ik ben nu Not Quite Enough Young aan het kijken. Leslie, een Engelse, met leuke, droge Engelse humor. En een mooie stem. Ze heeft nu steeds varianten op kerstliedjes. Die ze zingt aan het begin van de Vlogmas. En dan zingt ze iets over breien of yarn of weet ik veel wat. Dat is leuk.
Ik ben een winterkoninkje. Iets van Claire Garland, van Dot Pebbles aan het breien. Nou ja, dit is het patroon, maar ik had hem gebreid. Ik denk van, wat is hij groot geworden? Ik had hem gebreid met naald 4, maar het was de bedoeling dat je met naald 2 breidt. Dus, of 2,5, 2 met sokkennaalden. Dus ik ben ook even een keertje opnieuw bezig. En ik ben hem aan het breien voor een vriendin die heel mooi kan tekenen. Ze tekent ook voor Brabants landschap. Hele lief vrouw. En daar heb ik inderdaad deze kerstkaart van gekregen met allemaal winterkoninkjes. Dus ik denk van, oh, dan brei ik er eentje voor. En dan ik zal nog een foto invoegen van het plaatje. Hoe die moet worden uiteindelijk. Hij moet dan zo aan elkaar genaaid worden. Ik hoop dat het goed met jullie is. We zijn nu de harde lockdown ingegaan. Ik heb nog wel nieuws. Mijn middelste dochter die gaat toch naar Finland in januari, begin januari. Dus ik hoop zo voor dat dat inderdaad echt door kan gaan. Het is een beetje op eigen risico. De school, ze gaat voor de minor. Ze zit in het derde jaar van de hogeschool. Dus ze gaat dan zeg maar een soort keuzevakken doen. Een soort specialisatie. Ja, design en electrotechniek. Ze heeft ons uitgelegd wat het is, maar nou ja. Ik ben nu op Instagram, van die hashtags kun je volgen. Ze hebben heel veel met lichtjesroute. In Finland is het ook coronawijs, nou ja, hebben ze wel alarm. Maar in totaal liggen daar, van het weekend was ik aan het kijken, 126 mensen met corona in het ziekenhuis. Met name rondom de stad Helsinki, die in het zuidoosten is, komt het meeste corona voor. Dus ze gaat er naartoe, ze moet van tevoren een coronatest gedaan hebben. En die moet negatief zijn, anders mag ze niet gaan. Als ze daar is, moet ze 10 dagen in quarantaine. Of ze moet 3 dagen in quarantaine en dan weer een test doen. Maar dat kost allemaal geld. Dus daar zit ze niet op te wachten om dat uit te geven. Oh, ik geloof dat ze net thuis komt. Ze is nu de laatste dag naar haar stage geweest. Normaal zou ze in januari ook nog stage moeten lopen, maar de opdracht is afgerond. En vandaag kon ze de auto lenen van ons. Dus kon ze taart meenemen. Waarschijnlijk werkt ze morgen overmorgen thuis. Dus en dan is ze helemaal klaar hier. En nou ja, ik ben wel blij voor haar. Want wij zitten ja, nu in een behoorlijke lockdown. Maar zij kan hopelijk dan weer wat meer uitgaan daar. Nou. Ja, breitechnisch ben ik dan met dit ding bezig. Ik hoop zometeen, als ik gemonteerd heb, om te kunnen laten zien hoe het uiteindelijk geworden is. Ik hoop ook zometeen klaar te zijn met verven en netjes op te ruimen. Want kerstboom staat hier nog steeds niet. Ik had wel ook nog wat leuks binnengekregen. Daar ben ik lid van geworden. Van de kostuumvereniging. Over de geschiedenis van kleding hebben ze veel dingen. Dit tijdschrift staat een leuk stuk van Kineke Arnolli in. Inlandse, uitlandse en de kousen. En dit gaat met name over kousenwinkels in de 17e eeuw. En specifiek in Harlingen. Dus nou ja, ik zal er voor een keer nog iets uitgebreider over vertellen. Daar komt mijn dochter. Daag!